Ja, ja. Dus het gaat ook om Nou, het is me een heel groot genoegen om de Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit te mogen aanbieden. En dat doe ik namens IUCN Nederland, maar ook namens MVO Nederland en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het bevat meer dan 150 toezeggingen vanuit de Nederlandse samenleving en het Nederlands bedrijfsleven. Een hele brede groep die allemaal ambities hebben voor het behoud van en het herstel van biodiversiteit in Nederland en internationaal. Wij hopen ook zeer dat de Nederlandse overheid daar een ambitieuze koers op zet natuurlijk, als onderdeel van de Whole of Society approach. En we hopen zeer dat dat in samenhang gaat met alle bottom-up initiatieven, zodat het elkaar kan versterken. En dit rapport heeft ook een aantal aanbevelingen hoe dat zou kunnen gebeuren en welke rol de overheid daar nog extra in kan spelen. Bij deze wil ik hem graag overhandigen. Dank u wel. Heel hartelijk dank. Heel goed. De Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit. Heel mooi. Dank. En nou ja, wat het sterke is van dit rapport, of eigenlijk van alle toezeggingen die hierin staan, is dat het inderdaad al vanuit de maatschappij zelf komt. Ik denk dat wat dit laat zien is dat het onderwerp leeft. Dat het niet meer iets abstracts is waar we nou ja, wel eens wat over hoorden, maar ook weer niet precies wisten wat het nou is. Dit gaat gewoon over leven. Dat is eigenlijk de kern van wat in dit document ook staat. Denk nog maar eens dat hier ook nog wel wat aanbevelingen voor ons in staan. Weet dat de aanpak die hierin wordt gekozen, dus ook de whole society approach, dat dat ook echt de aanpak is die ik voorsta. Biodiversiteit is niet alleen voor de ecologen of de mensen die daar gewoon professioneel mee bezig zijn. Het raakt ons allemaal. Dus we zullen ook op alle fronten actie moeten gaan ondernemen. Dus fantastisch dat dit er nu al ligt. En hopen dat er ook heel veel partijen zich nog willen aansluiten hierbij. Zeker. Nou, wat u zegt, het leeft heel sterk. Sterker nog, er is een zeker ongeduld. En er wordt dus ook met reikhalzen uitgekeken naar de koers die de overheid gaat zetten in de komende decennium. En wat ik zeer heb gehoord ook recentelijk is de stem van de jongeren. Die voelen zich eigenlijk niet goed vertegenwoordigd en ook niet goed gehoord. Zij zijn de generatie die de consequenties zal ervaren. Ik hoor veel mensen die zeggen, ik zou graag meer groen in mijn leefomgeving willen. Dat zijn vaak, in ieder geval in ons land, gescheiden terreinen. Je hebt een woonwijk en je hebt natuur. Kunnen wij veel meer van die zaken gaan integreren in elkaar? En daar zou ik dus willen blijven benadrukken dat dit iets is wat niet ver van je bed plaatsvindt, maar dit gaat je dagelijks leven aan. En sterker nog, ik denk dat bijna iedereen het ook een mooier en rijker leven vindt als wij onze biodiversiteit ook tenminste kunnen behouden, maar ook nog kunnen versterken. En als die boodschap breder wordt overgebracht, dan is het niet een moeten, dan is het ook gewoon iets heel erg moois. En dat zou voor mij denk ik echt de trigger zijn om die verandering te kunnen bewerkstelligen. Er staat heel veel in over hoe we in Nederland, het bijzondere natuur waar we bijzondere verantwoordelijkheid voor hebben, hoe we dat kunnen verbeteren. Dat geldt trouwens over Nederland hier in Europa, maar ook met name in de 6 eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ja. Daarnaast is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, hebben we een misschien wel nog wel grotere impact op biodiversiteit buiten Nederland vanwege onze consumptie. Dus die grote voetafdruk, daarvan vindt hij hier ook heel nadrukkelijk concrete acties is. En ik denk dat daarin ook van de overheid in een coherente aanpak, wat altijd moeilijk is, maar toch vanuit die whole of society approach ook de internationale verantwoordelijkheid absoluut kunnen vormgeven. Ja, en dat is een van de programma's waar wij ook in Europese verband aan werken, is de eiwitstrategie. Ja. We halen nu toch veel eiwitten uit gebieden die al heel kwetsbaar zijn, denk aan Zuid-Amerika, waar veel transport bij komt kijken. En we weten dat hier door gewoon slimmer gebruik te maken van reststromen, de eiwitten die er al zijn, om die gewoon ook goed te kunnen inzetten. Sowieso geopolitiek al van belang, maar zeker ook vanuit natuurwaarde van belang. Dat soort zaken zullen we dus ook echt op Europees niveau moeten gaan aanpakken. En dat ook vertalen in nationale strategieën. Er zijn antwoorden. We moeten ook gewoon echt zorgen dat we de wil hebben om die antwoorden te implementeren. En zolang ik hier nog zit, zal ik mijn bijdrage leveren om dat te kunnen doen. De samenleving doet met u mee. Heel goed.
We doen het met elkaar. Dankjewel.